Dag lieve mensen en welkom terug in Planet Zoo. Vandaag gaan we weer verder met onze Nederlandse dierentuin. Waar we in de vorige aflevering deze coole grizzlyberen hebben toegevoegd. In de berenkuil. En voordat we echt beginnen wil ik jullie even bedanken voor alle support de laatste tijd. Het gaat lekker met het kanaal. Zo te zien vinden jullie de Planet Zoo video's ook leuk. Dus ja, nogmaals bedankt voor de support. Ik vind het namelijk ook gewoon heel leuk om deze video's te maken. Wat zien jullie aan het doen? Oh, ze gaan knuffelen. Dat is toch schattig. We hebben wel wat problemen in de dierentuin. Er zijn namelijk best wel wat activisten. Zoals je ziet. Die herrie maken. En dat doen ze omdat deze dieren gestrest zijn. Ik denk niet dat het helpt. Je kan denk beter ergens aan het begin van het park dan gaan staan protesteren. Maar goed, ze doen dat hier. Want... Oeh, we hebben verschillende dingen. Veel gestreste dieren, maar ik zie nu ook... Ik denk dat er hier iemand volwassen is geworden. Want ze zeggen dat er hier gevaarlijke gevechten gaan uitbreken. En dat klopt inderdaad. We hebben twee vrouwtjes nu. Dus Chiu Koti, Kotel, nou geen idee. Dat was het vrouwtje dat wij... de baby zeg maar die we hebben gehad. En die is volwassen geworden. Het mooie daarvan is dat we haar naar het handelscentrum kunnen sturen. Omdat we haar dan kunnen verhandelen met een andere dierentuin. En het fijne daarvan is dat we misschien wat van die, hoe noemen ze dat in het Nederlands? Natuurbehoudkredietpunten kunnen krijgen. Nou, dat is toch leuk, hè? Ik ga even checken. Ik kan meestal even... Oké, nou, laten we hem gewoon hier even opzoeken waarvoor jaguars gaan. Zo... Jaguar. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon voor geld worden gekocht. Maar hier voor 800. Nou, weet je wat we doen? We gaan haar gewoon op de lijst zetten voor 400 conservation credits. Ze is heel vruchtbaar. Dat is een voordeel. Misschien ga ik er dan wel ietsje duurder maken. Laat ik er 500 conservation credits voor de vragen. En dan gaan we kijken of dat iemand haar überhaupt wil kopen natuurlijk. Die moet even verbinding maken, maar dat komt wel goed. Dus, vandaag gaan we natuurlijk de dierentuin uitbreiden. Zoals gezegd, zij zijn heel erg gestrest. Ik heb daar voor nu niet echt een directe oplossing voor. Want we hebben al die ramen gedaan en zo. Ik neem toch aan dat het... Ze hebben op zich genoeg plekken waar ze even kunnen chillen. Misschien moeten we nog iets meer daarvan maken. Maar ik ben vooral eigenlijk aan het wachten totdat de monteurs klaar zijn met hun onderzoek naar one-way glass. Eenrichtingsglas. Ik kan even kijken of dat zal wat verder zijn. Niet dus. Dierartsonderzoek gaat op zich oké. Dan kunnen we zo meteen wat meer dingen toevoegen aan de grizzlybeer habitat. Maar ook de mensen zijn niet zo heel blij. Educatie is vrij laag, maar ze hebben vooral dorst en honger. Dus wat ik voor vandaag wilde doen, is in ieder geval een uitbreiding doen natuurlijk. Maar er ook voor zorgen dat de mensen eventjes wat eten en drinken kunnen halen. En ik dacht er dus aan om hier zo... het park te gaan uitbreiden, deze kant op. Met een pad van 8 meter. Met licht asfalt, kan dat? Ja, dat kan. We gaan even kijken hoor, we gaan een beetje zo... Ik maak het een beetje golvend. Zo, een beetje deze kant, zo. Hoppa. Dacht ik van dan... Ik dacht er eerst aan om een pleintje te maken, maar ik denk dat ik dat toch niet ga doen. Ik ga hier gewoon wat winkeltjes en dingen neerzetten. Dan gaan we dus naar faciliteiten. En ik denk dat ik voor nu gewoon even een templateje pak... Dus we gaan een gulpje soda neerzetten. Dat is drinken. En dan gaan we nog een eetkraampje neerzetten. Even kijken, wat hebben we? Een, wat is dit? Chief Beef. Ah ja, Chief Beef, zo heet het. Zo, hop. Dan kunnen ze hier ook wat eten halen. En ik dacht misschien is het dan wel leuk om hier een habitat te maken voor wat kleinere dieren. Zodat mensen hier een beetje kunnen chillen en ondertussen naar de dieren kunnen kijken. Misschien is het ook nog wel handig als je dan toch hebt gegeten en gedronken om ook nog even naar het toilet te kunnen. En misschien is het ook nog handig om dan nog een keer wat geld te kunnen pinnen. Hopla. En misschien ook nog wat ballonnen te verkopen. Ja, we hebben ze geld zat, joh. Dat kan wel. Zo, we doen dan hier een ballonnenkraampje. En dan doen we hier... mag dat? Yes, there we go. Hier zo wil ik dan een klein habitatje maken met wat leuke dieren. Voor nu wilde ik ook nog... Oh, we hebben geen stroom. Oh ja, dat is natuurlijk een probleem. Dus ik moet ook nog even een
stroomfaciliteit toevoegen. Oh, niet waterzuivering. Een transformator. Oh ja, hier zo hebben ze geen stroom. Dus wat ik dan ga doen is hier zo achter even een... Hoe heet dat nou? Transformator? Ja, een transformator neerzetten. En dan maak ik een klein pad daar naartoe. Op personeel. Zo, niet te groot, want die wil ik niet echt opvallend hebben. En die ga ik dan vanaf hier zo een beetje tussen die boompjes door daar naartoe brengen. En misschien is het dan ook gelijk handig om hier nog even een extra... hoe noem je dat ding? Ik ben steeds die Nederlandse woorden kwijt, maar een verzorgersverblijf neer te zetten. Want dan kunnen ze vanaf hier ook nog eventjes eten pakken voor de diertjes die we hierin gaan doen. En we gaan natuurlijk nog verder uitbreiden, dus dan staat er gelijk zo'n huisje een beetje meer in de buurt dan dat ze helemaal hier naartoe terug moeten lopen. Dus dat is even een tip. Laat die verzorgers niet te ver lopen, want dan wordt het een beetje te veel werk voor ze. Ik denk trouwens dat we ook gelijk nog even een nieuwe verzorger nodig hebben, want we hebben er maar één en we hebben nu 3 verblijven en we gaan nu een 4de maken. Dus het is wel handig om nog even een extra verzorger te hebben. Nou, dan hebben ze hier in ieder geval stroom. Ze hebben alleen geen personeel. Ik dacht dat dat automatisch werd aangenomen. Even kijken. Hebben we... Ja, als het goed is. Die komen wel terug. Die komen straks wel terug. Misschien is het ook nog even handig. Nee, daar wacht ik. Ik dacht eraan misschien nog een personeelsruimte hier. Maar dat komt later wel. De mensen komen in ieder geval al deze kant op wandelen. Dat is leuk. Dan wilde ik nog eventjes wat bankjes en dergelijke neerzetten. Zodat ze ook nog even kunnen chillen. Hè? Even zien. Willen we van die picknicktafeltjes hier misschien? Dat is op zich wel, ziet er op zich wel leuk uit. Zo. Die plaats ik even een beetje zo random in het midden van het pad. Er zit vaak... Misschien doe ik soms alsof er heel veel ideeën zit achter wat ik doe. Dat weet ik niet. Maar vaak doe ik maar wat. In dit geval wilde ik gewoon bankjes. En dan denk ik gewoon... Ah, weet je wat? We doen een keer wat andere bankjes ook. Zo, dan is dit meer een beetje een plek waar mensen even kunnen relaxen. Wat eten kunnen pakken. Vooral hun zooi gewoon in de prullenbakken kunnen gooien. Dat zou ook altijd, dat vind ik ook altijd wel leuk. En we kunnen dit ook nog wat leuker maken, hè? Want dan krijgen ze ook nog wat hogere scoren. Dus we kunnen bijvoorbeeld eventjes wat Europese natuur pakken. Zo, continent Europa, biome gematigd. Dan plaatsen we gewoon even wat dingetjes die echt voor deze omgeving zijn. Want we hebben natuurlijk gewoon een Nederlandse dierentuin. Dus dit soort spullen kunnen blijkbaar in Nederland groeien. Dus die plaats ik dan. Ik wil ze eigenlijk eventjes wel draaien. Dus dat kun je hier doen, hè. Willekeurige draaiing aanzetten. Dan wordt het gewoon zo gedraaid dat alle plantjes er in principe een beetje verschillend uitzien. En voor vandaag natuurlijk gaan we niet alleen maar zo'n parkje bouwen en het daarbij laten. We gaan ook nog nieuwe dieren toevoegen. Ik ben echt fan trouwens van deze planten. Want dan kun je echt een mooie lage bedekking maken. En als je dan bijvoorbeeld zo'n boompje erbij zet. Nou, dit is wel een flinke boom. Kijk, dan ziet het er meteen al uit alsof je echt een mooi wildperkje hebt. Dat is wel... daar ben ik wel blij mee. Even zien. Een esje erbij. Zo. Hier zo nog een esje. Kijk, dat ziet er meteen mooi uit, toch? Kunnen ze een beetje chillen in de schaduw. Het is natuurlijk niet heel, heel zonnig of zo. Of heel warm, denk ik. Nou, 19 graden. Dan is het misschien wel lekker om soms even in de schaduw te zitten. Ik ben blij met hoe dit eruit ziet. Zo zie je, hè, hoe snel je gewoon met een paar boompjes en een paar plantjes al het een beetje leuk eruit kunt laten zien. Ik denk er wel over na om misschien hierachter het nog een beetje... Kijk, wat ik altijd lelijk vind in Planet Zoo is dat als ze dan hier zo tussendoor kijken... dat je dan echt zo'n oneindig gat in het niks ziet. Dus wat ik vaak probeer is een beetje die achterkanten ook af te dekken. Zodat je dat een beetje... Dat zicht een beetje blokkeert. Dan ziet het er wat minder kaal uit. Kijk, wij kijken natuurlijk altijd van boven. Maar ik vind het altijd wel grappig om ook een beetje op te letten dat we het... voor de mensen die gewoon rondlopen... Het wel een beetje echt eruit laten zien. Op deze manier zie je gewoon bosjes. En heb je niet meer zo'n heel grote vlakte erachter. Ondertussen hebben we iemand die bezig is met inteelt. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben daar niet zo'n fan van. Even zien. Wie moet er weg? Ik heb geen idee. 2,5 jaar. Deze twee, die moeten weg. Naar het handelscentrum.
Ze worden blijkbaar heel snel ouder. Allemaal. De tijd gaat gewoon snel. Dat is het, denk ik. Deze is 1.4. Is die dan ook al volwassen? Hoe zie je dat ook weer? Waar ben jij? Ben jij nog een baby? Jong volwassen. Maar kan ik jou dan al naar de handelscentrum? Ja, oké. Okay. Nou, dus die gaat ook naar het handelscentrum. Die was ook gestrest. Dus dan is dat gelijk ook opgelost. Even zien, het handelscentrum. Daar zitten nu dus een jaguar en twee wasberen in. Ik denk dat ik deze gewoon ga uitzetten in het wild. Dan krijg ik gewoon snelle conservation credits. En dat doe ik eigenlijk omdat die wasberen die zijn gewoon makkelijk te kopen voor geld. Dus ik zie niet dat die heel snel worden verkocht aan anderen. En de skunk... Ah, die moet ik... Ah, die mag nog niet weg. Een jongvolwassene mag blijkbaar nog niet verhandeld worden. Ik wist niet dat dat kon überhaupt, jongvolwassen. Dat zal ook wel nieuw zijn. Nou, die inteelt hebben we dus mooi gefixt. Dan hebben we het natuurbehoudbeoordeling naar 2 sterren gebracht. Dus daar krijgen we ook weer wat geld voor. Dat is ook wel mooi. En dan hebben we nog meer gestreste dieren en nog meer gestres. Ja, die stress, dat is echt wel een probleem. Terwijl ik denk toch van, jullie kunnen gewoon chillen hier. Misschien moet ik hier ook wat bedjes neerleggen of zo. Dat nog kan helpen. Even zien. Een bed voor de jaguars. Ik hoop dat ze dan wat meer hierheen gaan om uit te rusten en een beetje uit de stress zijn. Want dat is dus een probleem. We wachten op de eenrichtingsglas. Ondertussen zijn de grizzlyberen onderzocht. Zij zijn op zich blij al met hun habitat. Maar misschien kan ik nog wat leuke dingetjes toevoegen. Zo. Grizzly. Voedselverrijking. Oh ja, deze vind ik altijd vet. De rolfeeder. Zo. En dan speeltjes. Oh ja, die krabbomen. Krabbomen hadden we al volgens mij. We kunnen nog wel zo'n doosje of zo hier neerzetten. Zo. Dan hebben zij nog wat meer te spelen. Ze zijn hongerig, maar volgens mij werden zij op dit moment verzorgd. Ja, het eten is er. Eten zijn er ook planten? Dat wist ik niet. Blijkbaar eten grizzlyberen ook planten, niet alleen vlees. Maar goed, genoeg rondgekeken. Ik ga ook gewoon de game op pauze zetten, want anders word ik de hele tijd afgeleid. We gaan namelijk nieuwe dieren toevoegen. En ik vond het wel leuk, omdat dit een beetje de chillplek wordt, hè. Om dan een habitat te doen waar je over het hekje heen kunt kijken naar wat leuke diertjes die hier aan het spelen zijn. Terwijl je een hapje aan het eten of drinken bent. En ik zat zo een beetje door de Zoopedia heen te kijken. En toen viel mijn oog op de wombat. En die is toegevoegd volgens mij in de Twilight Pack. Dus mocht je dat diertje nou willen en heb je hem op dit moment niet in Planet Zoo. In de Twilight Pack zit de wombat volgens mij. Ze zijn niet bezorgd over de status van het diertje. Ze leven in Oceanië. En het zijn volgens mij ook buideldieren. Dus net zoals dat kangoeroes een diertje in een buidel hebben, hebben wombats dat volgens mij ook. Ik weet niet helemaal zeker. Ze hebben in ieder geval een klasse 2 hek nodig van 1 meter hoog. En ik dacht van, nou, dat is leuk, want dan kun je over het hekje heen kijken die we straks gaan bouwen. Ze leven dus in Australië in een gematigd en het grasland klimaat. En ze kunnen eigenlijk maar maximaal met z'n tweeën leven. Dat had ik niet verwacht. Ze zijn dus solitair in principe in het wild. En ze leven in burchten. Ja, een wombatburcht. Okay. En ze zijn zelfverzekerd, maar de mensen kunnen niet de habitat betreden. Ze zijn 102 centimeter lang. Ik dacht dat wombats veel kleiner waren. Maar ze zijn dus best wel groot. Ah, dat wist ik niet. Nou, kijk, zo leer je wat, hè. Ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval... Ze hebben een terrein nodig van 225 vierkante meter, wat niet zo heel groot is. Dus ik dacht, dat is wel een leuk dier voor hier. En dat moet dan een weerstand klasse 2 zijn. Nou hebben we die beton dingen nu. En ik vind dat eigenlijk best wel cool staan bij dit eetgelegenheidsplekje. Dus we gaan gewoon zoiets doen. En dan, wat ik zeg, wil ik het eigenlijk niet te groot hebben. Ik weet niet of dat dit te klein is, maar we gaan het zien. Zo. En dan vanaf hier wil ik het graag omlaag. We kunnen ook nog ervoor kiezen om bijvoorbeeld aan de voorkant een gewoon hekje te doen of zo. Zien. Deze een beetje hierheen. En zoiets. In die hoek. Dan wil ik deze. Ik wil hem gewoon zo dicht mogelijk de habitat bij het hek hebben. Of bij het pad hebben bedoel ik. Zodat de mensen die iets goed kunnen zien.
Of dieren, want ze zijn gewoon een meter lang. Zo. Dus, nou ja, geen kleine dieren, maar dan nog. Zo, doen we van dat gaas ervoor. Kijk, dan kun je echt zo oog in oog met ze staan. En ze zijn dus zelfverzekerd, dus daarom ook niet stressgevoelig. Dus dat scheelt ook weer. Dan hebben we daar ook geen gedoe mee. Zo. Dit kan ook nog wel omlaag. Zo. Hopla. Ah, weet je, dan maken we hier ook gewoon een hekje. Dan, als je dan hier in de rij staat, dan kun je ook nog naar het diertje kijken. Zoiets. Ik ben benieuwd überhaupt of dat dit niet te klein is. Maar, oh, ik ben een beetje aan het klooien met die boom. Zo. Dan gaan we niet naar het trein. We gaan naar omheiningen. En dan heb je van die kleine hekjes nu. En die kleine poortjes. Daar ben ik echt blij mee. Dat is echt een goede toevoeging. Het was altijd zo lelijk als je zo'n grote poort moest doen in zo'n laag hekje. Maar dat hebben ze dus opgelost. Zoals gezegd, ik heb de Planet Zoo een tijdje niet gespeeld. Een tijdje heel veel. En daarna was ik een beetje klaar ermee. Dus voor mij zijn er best wel wat nieuwe dingen. Maar goed, 508 vierkante meter. Dat is dubbel wat ze nodig hebben. Dus ze zullen hier wel blij mee zijn. Dan gaan we naar de dierenhandel. Ik heb namelijk al gecheckt of dat ik ze kon kopen voordat ik ben begonnen. Dus er is enigszins wat voorbereiding geweest, gelukkig. En ik zag dat ik ze kan kopen. Het probleem is wel dat ik nu alleen maar mannetjes zie. Maar we gaan gewoon het beste mannetje kiezen. Ze leven solitair. Ik wil eigenlijk het meest... Deze is denk ik wel het best. Ze leven solitair, dus ze kunnen ook gewoon in het begin in hun eentje leven. Ik wil nog wel even kijken eigenlijk of dat er toch nog wat vrouwtjes ook zijn. Nou, er zijn gewoon helemaal geen vrouwtjes te koop. Nou, dan moeten we gewoon even op wachten dan. Ik heb ze wel alvast hier naartoe gestuurd. Dus het is nu even afwachten tot ze er zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik dacht namelijk dat wombats gewoon een hele kleine, een soort cavia. Nou, wel wat groter dan een cavia, maar meer zeg maar als een groot konijn. Maar blijkbaar zijn ze veel groter. Kijk nou! Nou, dat wist ik echt niet. Oh, waar ga je heen? Kijk dan hoe groot ze zijn. Nou, dat had ik echt niet, verwacht. Stel, ik was deze in het wild tegengekomen, dan was ik me helemaal de tering geschrokken. Kijk dan hoe groot. Oh, wel echt heel cool dier. Ik vind het ook wel echt een geschikt dier voor dit plekje, zeg maar. Dat je vanaf het eetbankje gewoon ze ook goed kunt zien. Dat ze niet zo klein zijn dat je denkt, waar is het dier? Daar probeer ik dan ook altijd met mijn keuzes voor dieren wel een beetje rekening mee te houden. Dat ik niet een dier plaats die heel klein is in een heel groot verblijf. Zulke soort dingen. Dus misschien is dat nog leuk voor jullie om ook rekening mee te houden. Rekening mee te houden als je zelf je dierentuin bouwt. Ik ben ondertussen bezig om het hier ook een beetje leuker te maken. Je kan hier natuurlijk ook nog met stenen en dergelijke werken. Maar voor nu ga ik even voor de wat snellere oplossing. We hebben natuurlijk een Nederlandse dierentuin en daarom maak ik veel bos. Dat is natuurlijk niet nodig, maar net wat je wil. Maar goed, we gaan kijken naar wat de wombat nodig heeft. Uiteraard een stevige schuilplaats. Maar ik ga eerst eventjes naar het terrein kijken. Kort gras, ze hebben wel heel veel lang gras. Ze houden meer van kort gras, dus laat ik eerst even zo hop. Beetje korter maken. Dat is ook alleen maar fijn, want dan kunnen mensen ze ook goed zien. Aarde houden ze heel erg van. Eigenlijk mag het gewoon helemaal uit aarde bestaan. Boeit ze helemaal niet. Maar voor nu vind ik dit oké. Ze leven dus in Australië. Ik heb niet zo'n heel goed idee van hoe Australië eruit ziet. Maar ik ga gewoon zo'n heel klein poeltje maken. Niet te diep. Ze hebben ook niet echt water nodig. En dan zo. Doen we daar wat water in. En dan doen we een beetje aarde zo eromheen. Zo, dan hebben ze een beetje een poeltje. Ik weet niet of dat ze erin gaan, maar we gaan het wel zien. En ja, dit ziet er natuurlijk allemaal een beetje karig uit. Maar ik ga zo meteen een beetje begroeiing en zo eromheen doen. Waardoor dat poeltje er ook wat beter uitziet. Even zien. Voor nu, ze zijn dus blij met hun terrein. De stevige schuilplaats dus niet. Dus ik ga denk ik gewoon weer eventjes wat bouwen. Dan doen we dat weer met hout. Oeh, wat is dit? Oh, we hebben hier wel eenrichtingsglas. Oké. Okay. Nou, ik heb geen idee of dat ook werkt voor die dieren. Maar misschien kunnen we dat nog proberen om dat een beetje om te bouwen. Voor nu, hout was ik mee bezig. Voordat ik weer helemaal afdwaal. Ja, deze kunnen we wel gebruiken. Zo van die houten planken. Dan maken we gewoon weer een afdakje hierachter. Zo. En dan zetten we daar weer wat paaltjes onder. Ik denk dat wel best is. Hebben we palen hier?
Misschien moet ik gewoon van die klimpalen gebruiken. Deze. Oh, langer alsjeblieft. Zo. Zo. Hopla. En dan maak je heel simpel. Deze. Nee, is dat goed? Maak je heel simpel een afdakje voor ze. Daar kunnen ze dan chillen. Het zijn ook dieren die volgens mij in zo'n burcht kunnen. Omdat. Laat ik even kijken of dat ze... Ah, kijk, ja, ze kunnen ook zo'n hol gewoon hebben. Misschien is dat dan wel cooler dan zo'n afdakje. Ik weet niet of dat dan ook telt als schuilplaats. Stel, ik haal dit weg. Is het dan nog steeds een schuilplaats? Ja, dus we hebben helemaal geen afdakje nodig. Of ga ik dat wel doen? Nee, ik vind die burcht wel gewoon cool. Maar die ga ik dan wel een beetje zo hier aan de voorkant doen. Dat je wel ziet hoe ze daarin gaan. Mag dat? Ja, mag. Ja. Ik heb nog nooit in die camera gezien dat ze daar ook daadwerkelijk liggen. Dus dat wil ik ook nog wel een keer zien. Ondertussen hebben we twee verschillende verblijfssoorten. Dus die beloning kunnen we claimen. Ik wil ook nog even snel checken of dat we ondertussen al een vrouwtje hebben in de markt. Alleen maar mannen. Nou, dat wordt dus lastig. Kijk, ze gaan wel het water in. Oh. Ik vind het echt heel leuke dieren eigenlijk. Ik dacht dus dat het een beetje zo'n prairiehondje-achtig was. Maar ze zijn een stuk groter. Vind ik wel echt cool. Maar goed, we waren bezig met een leuke... Oh mensen, ik ben weer alle kanten op vandaag. Sorry als dat irritant is, maar dat is hoe ik ben. We gaan naar Oceanië, gematigd. En dan gaan we eens even kijken wat voor leuke dingen we kunnen toevoegen. Sowieso wil ik wat van dat riet toevoegen. Zo, dat is wel echt huge trouwens. Zo. Want dan kun je dus dat watertje ietsjes natuurlijker eruit laten zien. Verder heb je vast nog allemaal... Oh kijk, zo'n eucalyptusboom. Ja, ik vind zo'n eucalyptus wel gewoon heel cool. Omdat je... Ja, dat is natuurlijk echt Australië, hè? Die planten, eucalyptusbomen. Daar leven ook die koala's en dingen in. Zo, en dan doe ik even random van zulke plantjes. Zo, een beetje door elkaar heen. Zoiets. Daar doe ik zo meteen een rotsje bij, denk ik. Dan doen we nog wat van die gevallen bladeren. Het is een beetje... Ja, het is niet echt herfst, want die boom die is vrij groen. Maar goed, hè. Voor het idee, voor wat meer kleur erin. En wat is dit? Een zilvereik. Dat is ook echt Australisch dus, blijkbaar. Wist ik niet. Hopla. 23% is nu bedekt, dus ze willen niet heel veel meer. Dat dacht ik, misschien kan ik nog zo een klein boompje. Nou, laten we een beetje met stenen werken trouwens. Misschien is dat nog wel beter. Zo, ik wilde hier in ieder geval iets met een... Oh, die is wel heel groot. Een gematigde steen is dit. Nou, dat is toch ook wel bijzonder. Ik heb nog nooit een gematigde steen gezien, maar goed. Hop. Hier ook nog wat steentjes. Ietsjes kleiner. Oep, die is niet kleiner, maar... Loopt wel wat mooier af. Zoiets. Ik werk meestal niet echt met kleine stenen, want dan... Dat duurt gewoon te lang. Ik ben gewoon te lui daarvoor. Dus het worden veel grote stenen, zodat het snel lekker een beetje opgevuld is. Ik mis hierachter nog wat, dus misschien dat ik hier wel wat ietsjes grotere stenen ga doen. Zo. Zoiets. Zo. Hier is het dan een beetje kaal, maar ik wil hier eigenlijk even wat verrijkingsitems neerzetten. Ziet er best leuk uit hoor. Een boom in de achtergrond, steentje, het watertje ietsjes natuurlijker gemaakt. Ik ben er best wel blij mee. Dus we gaan nu naar het verblijf toe. Dan gaan we even kijken of dat we voor de wombat... Ja, we hebben mooie verrijkingsitems, dat is wel leuk. Dus we gaan hier zo'n schuurding neerzetten. Dat is wel leuk om te zien toch, als ze zich daar aan het schuren zijn. En dan een doosje erbij. Dan hebben ze even in ieder geval speeltjes. We hebben nog geen voedselvoerverrijkingsitems. Ze klimmen niet, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dan gaan we gewoon een trog doen, dus waar ze gewoon uit kunnen eten. Zo, en dat doen we dan zo... misschien kunnen we die nog wel iets dichter bij de mensen zetten trouwens. Was dat niet.
Oké, niet dus. Nee, we gaan het toch een beetje daar neerzetten. Anders ziet het er ook niet echt natuurlijk uit. Ik zit toch te denken om nog misschien toch nog eventjes van mijn normale plan af te wijken. En ietsjes meer steentjes toe te voegen nog. Misschien nog wat van zulke plantjes hiervoor in. Zo. Dat het toch nog net even wat meer aangekleed is. Want het is wel een beetje kaal zo aan de voorkant. Maar deze plantjes best wel leuk trouwens. En dat is natuurlijk het voordeel als je ook met kleinere habitat maakt. Is dat je ook wat kleinere details kunt toevoegen zonder dat het al te veel werk is. Ben je blij? Je vindt de bedekking wat te veel op het moment. Even zien wat we daarmee kunnen. Ja, ik denk dat dat voornamelijk komt door deze plantjes. Maar ja, weet je, op zich is die best wel blij. Dus ik vind het er wel mooi uitzien zo. Dus ik kies er toch voor om het zo te laten. Terrein heeft hij genoeg. Hij is eigenlijk best wel blij. Verrijking wordt beter. Ja, voerverrijking, dat hebben we dus nog niet. Maar we kunnen ze wel eventjes gaan onderzoeken. Want op zich voor die grizzlyberen hebben we alles al. Dus dan gaan we gewoon de wombat onderzoeken nu. Nou, gaat hij lekker spelen hier. En ik denk dat ik nog wel even voor de zekerheid die bordjes ga toevoegen. Zodat mensen wel een beetje stil blijven. En ik denk dat ik voor deze ook wat van die niet voeren bordjes neer ga zetten. Omdat mensen natuurlijk over deze hekjes heel makkelijk wat eten kunnen gooien. En aangezien we hier allemaal restaurantjes hebben, vind ik dat risico een beetje groot. Er staan er wel allemaal bordjes omheen, maar goed, het is even niet anders. En dan zet ik nog een collectebusje neer, hier en daar. Zo. En dan uiteraard nog van die informatieschermen. In dit geval zet ik van die schermen op pootjes neer. Dan hebben we weer eens wat anders, hè. Ik wil ook niet alles helemaal afsluiten. Want anders kun je ze bijna niet zien door alle bordjes en dingen. Maar goed, zo is het oké, toch? Ik zit trouwens nu ineens te denken dat ik natuurlijk ook nog van die andere educatiedingen kan neerzetten. Misschien is dit daar wel een mooie plek voor. Kijk, van die, hoe noemen we die ook weer? Informatie over natuurbehoud. Orden. Zo. Die gaan we gewoon zo neerzetten. En dan aan de achterkant. Kijk, die zet ik vaak zo een beetje tegen elkaar. Dan zet je ze midden op het pad. En dan kun je ze allebei gewoon, dan kunnen ze aan allebei de kanten kijken. Dat is wat ik wilde zeggen. Zo. Hopla. Nou, dan gaan we hier. Mag ik hier wat educatieve inhoud? Het uitsterven van amfibieën. En hier de afname van de bijenpopulatie. Wat trouwens echt een probleem is. Ook voor ons. Dus mocht je een leuke tuin hebben, laat er wat wilde bloemen staan. Dat is goed voor de bijen. Nou, tot zover mijn betoog voor de natuur. Even zien. Dan de ontbossing. En dat is ook, zeg maar, dat uitsterven of de afname van de bijenpopulatie, dat is iets waar iedereen wat aan kan doen. Dat vind ik, ja, dat vind ik aan de ene kant, kijk, het probleem is natuurlijk niet fijn, maar er zijn gewoon heel veel problemen, zoals ontbossing en zo, waar je als individu, waar je echt in je eentje niet zo heel veel aan kunt doen. Wel, voor bijen kun je gewoon heel veel doen. Zorg er gewoon voor dat je veel bloemen hebt en laat ze met rust en dan komt het wel weer goed. Zo, dan is dit een mooi educatie en... we hebben een gestorven dier. Nou, wat is er gebeurd? Worden die maar 6? Van ouderdom. Ah, ons eerste dier is dood. En hoeveel skunks hebben we nu nog? Ah, we hebben geen mannetje meer. Oh, dat is echt heel zielig. Nou, dan moeten we een mannetje skunk kopen. We gaan hem gelijk vervangen. Ja, het is misschien een beetje hard, maar dat is wel hoe het leven is, hè? Hopla. Hebben we nog een mannetje? Ben jij een beetje oké? Okay? Ik wil graag... Ja, deze is wel redelijk. Nou, dan gaan we die maar erbij zetten. Die worden dus helemaal niet oud. Maar 6 jaar. Nou, ze ligt zo zielig. Nou, de dierenarts die komt hem ophalen. We hebben dus weer verblijfsdieren gefokt. Wat ervoor zorgt dat we... weer wat nieuw geld krijgen. Nou, het geld gaat supergoed. We hebben 45.000. Ik zie nu ook dat de conservation credits omhoog zijn gegaan. Of is dat niet zo? Nou, deze is in ieder geval niet verkocht. Dat zal wel komen door die andere dieren die we hebben verkocht. Honger en dorst is dus wel een probleem nog steeds. Maar volgens mij gaat dat nu wel recht trekken.
En hier zo geven ze goede educatie. Ik kan op zich nog eventjes op elke plek... Kijk, ze zijn hier het praatje aan het houden, denk ik. Misschien is het nog wel leuk om dat gewoon eventjes op de meeste plekken neer te zetten. Want anders dan heeft die vrouw ook helemaal niks te doen het hele jaar. 1 maand per jaar. Dus laten we dat gewoon even op verschillende plekken doen, die educatiedingen. Een andere in augustus over de grizzly. En dan hier zo nog. In december of zo. Over de gestreepte skunk. We hebben geen tribunetjes. Dat komt later nog wel. Ik vind het voor nu wel oké. Hoe voel jij je eigenlijk? Ben je een beetje blij? Ik vind ze echt zo cool. Kijk nou. Maar de mensen kunnen dus niet in de habitat komen. Dus ik vraag me af of dat ze gevaarlijk zijn of zo. Maar hij is wel echt... Ze zien er wel zo schattig uit, hè? Ondertussen komt er iemand in mijn dierentuin. Die kan ik geen gedag zeggen. Monteuronderzoek is weer voltooid. Dus we hebben weer nieuwe omheiningen erbij. Kijk, het probleem met die omheiningen is dat we aan het einde pas, als ze helemaal voltooid zijn, de goede omheining krijgen die we willen. Namelijk de eenrichtingsglas. Voor nu hebben we een elektrisch hek gekregen. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Maar zoals gezegd wil ik zo snel mogelijk dat eenrichtingsglas. En daarom ben ik zo'n vaart aan het maken. Ik zie dat de prullenbakken vol zitten. Dus misschien is het ook goed om nog even extra parkmedewerkers in te huren. Misschien gewoon 2 erbij. Want ik wil het wel gewoon netjes houden overal. En moet ook zorgen dat de automaten bijgevuld zijn. Enzovoort. Het regent echt keihard. Het is echt Nederland. En de kaartjes zijn toch goedkoop? Oh ja, daar heb ik helemaal niet. Daar heb ik nog helemaal niks mee gedaan eigenlijk. Die gaan we dan even kijken. Flink om. Oh, niet 1200. $12 maken. En $10. Omdat we natuurlijk meer dieren toevoegen, gaan de kaartjes. Die mogen wat omhoog. Laatste wat ik wil doen is nog 1 blik werpen of dat er ondertussen een wombat vrouwtje is. Nog steeds niet. Waar zijn alle vrouwtjes? Nou, dat komt later wel. Voor nu, deze wombat is ook gewoon hartstikke blij in zijn eentje. En dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze aflevering weer leuk vonden. Ik hoop ook dat jullie blij zijn dat ik de wombat heb toegevoegd. Wat doe je? Oh, hij was even boos. Maar mochten jullie nou een dier in je hoofd hebben wat je graag zou willen zien, of waar je graag gewoon een habitat voor gebouwd zien worden, laat dat dan even achter in de comments. En vond je deze video leuk, vergeet dan ook niet te liken, dat helpt mij echt. En mocht je nou graag updates ontvangen over wanneer ik een nieuwe aflevering upload van deze Nederlandse dierentuin, abonneer dan even, dan wordt dat ook weer gefixt. Voor nu in ieder geval super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben. En ik hoop tot de volgende video. Doeg allemaal.